Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we Red Velvet bakken. Het voorbereiden duurt 5 minuten, beslag bereiden 5 minuten, topping 5 minuten en decoreren ook 5 minuten. En bakken 55 minuten. Tot dan duurt het dus 20 minuten om het te maken. Nou ja, dat maakt niet uit. We hebben een bak, dat ging top. Nou moeten we beginnen met zorg dat de eieren op kamertemperatuur zijn. Jee. Eieren, hier. Jee, die komen net uit de koelkast. Die zijn niet warm. Kunnen we ze in de magnetron doen? Oké. Neem de bakplaat uit de oven en verwarm de oven. Bakplaat. Oh ja. Oké, ja. 100 milliliter, hoeveel zit er in zo'n pakje? Dan 50 gram. En dat is... Zit hier 100 milliliter in? Altijd met je cijfer. Doe ik altijd hoor. Dan dit erin. En dan... het stuift nog wel. Met spul. Roer het... Oh ja, dat had ik gedaan. Verdeel het beslag over de bakvorm. Was de bakkom of de garden direct af met lauw... Wat? Ik ben slecht en begrijpend lezen, ik snap het niet. Het is op zich een beetje gekkig. Gadver. Ik hoop dat het lekkerder wordt als het klaar is. Volgens mij moeten we het ook nog helemaal versieren met allemaal doormidden snijden. Ruik nog naar pizza. 2000 years later. Klaar! 100 gram choux. Gelukkig zijn wij voorbereid. Met. Eeuw, dit is heel vies. Lekker zijn. Oeh, het is wel dik. Oké. Let's go. Mix de topping daarna in de mixer met garden 2 minuten op de hoogste stand tot het een luchtige topping wordt. Is dat mijn topping? Oké, let's go. Hij is af. Yes. Now we bake the cake. I found the candy. It's such a pretty sight. It makes the food taste dandy, but my tummy hurts all night. I'll put in some ingredients, but keep the rest for me. Nou mensen, vonden jullie dit nou een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Abonneer ook even op mijn kanaal.
Schrijf in de reacties wat jullie van de taart zouden vinden. Geef een cijfer op een schaal van 1 tot 10. Hoe die eruit ziet. En ja, lekkerheid weten jullie niet. Nou, ik vond het een geslaagde video. Ik zou zeggen proost. Later!